jongen van de straat. Ik was eventjes kwaad, leek wel een psychopaat. Mensen riepen het is beter dat je gaat. Nog maar net in die game, maar toch kreeg ik allemaal haat. Het leek wel op een heksenjacht. Ik was de heks en ik dacht, degene die het laatste macht is degene die het beste macht. Dus met mijn bezem nam ik wraak en ik vloog door te zien. Mijn collega's waren traag, ze waren boos om te zien dat ik eten in mijn maag had gekregen. Omdat ik voor discotheken werd gevraagd. Ondertussen was die lijpe mokker flavor in de maag. Vanuit het niets, een carrière switch. Ik ging van boos naar blij. Ze noemden mij een carrière bitch. Populaire kick, maar never nooit scared shit. Vanuit de goot ging ik hoog naar het sterrenlicht. Chickies gingen bellen, ik belde niet terug. Ik was mijn dood aan het tellen, ik stelde ze teleur. En zie opeens was ik niet meer de held. Want volgens velen maakte ik alleen muziek voor het geld. Kijk, in principe ben ik helemaal niet vies van het geld. Maar dat was nooit alleen de motivatie. Ik had ook gewoon geen zin meer in agressief gescheld. Alleen ik had het niemand verteld. Ik volgde gewoon mijn hart. En achteraf vind ik het ook apart. Maar dit is hoe ik ben, ik focus op een mooie start, ik kijk niet naar de finish. Maar nadat iedereen ook dacht, deze moker wordt gekker, fucking sell-out. Met zijn hopeloze gebredder, gaat van Turk Marokkaan naar Nickelodeon rappen. Van Nickelodeon rappen, ging ik naar rappen met Akon, over de ghetto's. Nou zeg maar, hoe serieus konden jullie me aannemen, toen ik daarna opeens dom ging doen met een hele cd vol commerciële tracks als Groupie Love en Rampeneren. Mijn fans op de dansvloer transpireerden. Mijn fans op de straten pakten jachtgeweren. Ze zagen mij als hun prooi. Ik dacht, ze krijgen me nooit. We hadden allebei een missie. Die van mij is voltooid. Want inmiddels heeft toch iedereen zich neergelegd bij het feit dat je mij niet kan voorspellen en mij niet kan vertellen dat ik iets niet bereiken kan. Maar dan bereik ik het nog sneller en ga ik op volle toeren. Ik boek 7000 op de teller. Ja.